Vandaag is het de dag van de vrijwilliger. Wij staan op station Arnhem om te kijken wie van deze mensen wel eens vrijwilligerswerk heeft gedaan. Ja. Wat deed u toen? Maar dat is alweer een hele tijd geleden. Ik kan het me eigenlijk niet meer zo heel goed herinneren. U weet nog dat het vrijwillig was, maar u weet niet meer wat het was. Ja, en ik ben op momenten in gesprek met een hospice om vrijwilligerswerk weer te gaan doen. Omdat ik dacht, van, het wordt eigenlijk wel weer eens tijd. Dat hebben wij sowieso gedaan, ja. En wat hebben jullie gedaan dan? Ik heb bij een marathon geholpen. Marathon? Bij een sponsorloop. Ah, wat cool. En wat voor een sponsorloop? Waarvoor was het? Oh, dat weet ik echt niet meer. Het is jaren geleden. En jij? Ja, ik ben een ouderopvang voor school. En was het ook leuk om te doen? Even een eerlijke vraag. Ja, tuurlijk. Ja, het was wel gezellig. Mijn tante was er ook. Okay. Zeker voor een maatschappelijke stage. Maar dat is voor een middelbare school, hè? En wat deed je toen? We hebben een week lang een jongerenkamp helemaal opgezet en begeleid. Zeker. En daar ging je ook mee op reis? Of hoe ging dat? Nee, we moesten elke ochtend om, ik denk, 6:30, 7:00 op de fiets stappen. Toen, ik denk, 20, 25 kilometer heen fietsen en uiteindelijk ook weer terug. Oeh, zwaar. Opbouwen, klaarzetten, noem maar op. Ik heb jaren in het noorden van het land ben ik vrijwilliger geweest. Ja. Met name voor de demente bejaarden, om die thuis te bezoeken. En bijzondere doelgroep. Ja, is het ook. Ja, en die worden er steeds meer. Nou, wel eens geholpen of zo bij mijn moeder, de kerk of zo, maar verder niet. En wat was je functie dan? Ik moest gewoon taartjes en koffie verkopen, een beetje. Dus, niet onderschat, dat is een belangrijke taak. Zeker weten. En jij? Nee, niet dat ik. Nee, nee. Heb je een reden waarom je dat niet wil? Nee, ik heb er geen reden voor. Ik denk er gewoon niet aan eigenlijk. Veel te druk? Ja, ik heb het gewoon druk, ja. En wat is er nu zo belangrijk aan het vrijwilligerswerk, vindt u? Nou, dat je voor een ander klaarstaat. Ja. En ook een dagbesteding voor mezelf die betekenis geeft aan mijn eigen leven. Nee, nooit. Nee, nog nooit. En wat is de reden daarvoor? Ja, trouwens, ik heb wel eens gewoon een dagbesteding gedaan, dat wel. Maar het is niet echt vrijwilligerswerk. Nee? Ja, het is omdat het moet, hè. Ja, precies. Dus dat is niet helemaal vrijwillig. Nee. Maar wat deed je toen? Dingen inpakken en zulke dingen een beetje, ja. Je kijkt erbij alsof je denkt, vond het niet erg leuk? Ja, het moet. Hè? Je moet verder, hè? Ja, zeker. Ja. Wat deed je toen? Ik heb gewerkt op de herberg. En dat is diakonaalwerk. Dus mensen die tijdelijk rust zoeken, daar heb ik toen facilitaire klusjes voor gedaan. En wat zijn dat bijvoorbeeld voor mensen? Dat zijn mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten. En die gaan dan naar de herberg, heet dat. Dat is een plek waar ze eigenlijk tot rust kunnen komen. En, die dus eventjes ertussenuit willen, zeg maar.